Yo mensen, Jaraski hier en wacht bij natuurlijk weer een nieuwe video hier op mijn kanaal Ras Gaming. Vandaag gaan we weer reageren op oude video's van mij. Waarom? Puur omdat ik er zin in heb en puur omdat ik al 4 jaar lang bezig ben met YouTube. En puur omdat jullie dit ook leuk vinden om naar te kijken. Dus, ik heb natuurlijk heel veel video's al op mijn kanaal staan. Ik denk dat ik rond de 5.000 à 6.000 video's al heb geüpload. Dus dat is echt heel veel. En vandaag gaan we gewoon een paar van die oude video's bekijken. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. Als je dit nou leuk vindt, dan natuurlijk zet je kaart op like op als wij de 10.000 kunnen we dat halen. 10.000 likes kunnen halen, zou ik het awesome vinden. En deze video's hebben we natuurlijk allemaal al een keertje gehad. Maar we gaan even iets verder kijken. We gaan even iets dieper kijken. Eventjes iets verder wegkijken waar we nog niet zijn geweest. Dus welke video is nou awesome? Deze video is sowieso awesome. Let op deze shit. Let op. Let op. Oh! Zo doet jij dat, jongen. Jongen, ik had die geüpload. Ach, ga weg met die reclame. Ik had die geüpload. Kijk, 73 likes. 685 weergaven. Dat was een clip voor een Top 5 Plays van iemand. Dus vandaar dat ik die heb geüpload. Maar hij staat gewoon openbaar, dus iedereen kan hem kijken. Maar dit zijn die oude oldschool video's, zoals je kan zien. En ik weet nog wat, dit was een Engels video. Let op, let op, let op. Ik weet het nog allemaal. Dat was mijn oude intro. Yeah, wat een mooie intro, Jan. Ik ben er echt trots op. The following video is recorded by two bros playing Call of Duty. Don't take this seriously. Dit is zo slecht. I'm gonna play with the G36. Oh my. Dit kan gewoon niet, maat. Dit is een Engelse video die ik ooit heb gedaan. En wij hadden vroeger altijd, we praten met elkaar. Oh, kan ik het nog? Hallo jongens. Gingen we zo met elkaar praten. En het sloeg helemaal nergens op, luister maar. God man, I'm gonna play with the AK-47U. Oh my god, how did you get that gun? How? I hacked it with like the hack, you know? Oh my god, I want the hack too. Can you send me the hack after this game? Cause I... Dit kan toch niet? 138 likes en 9 dislikes. What the fuck? Waar slaat het op? Haha Jan, dit trekt op niks. Dat is nog van een jaar geleden ook, terwijl die video 4 jaar geleden is geüpload. Wacht, even nog heel veel luisteren. I want the AK-74U too, but I don't have it because I have heard of it on the internet, you know. They posted videos that you could have a DLC and then with the AK-74U, but I have never gotten it before, so I want the hack. But I don't know, man. I'll only send it if you won't report me, you know. Else I'm gonna get banned. Nee, gewoon klaar. Klaar, joh, dat was een stomme video. Yo, de ballen. Mijn eerste 1000 subs, jongen. Deze video is zo vaak bekeken, dat is niet normaal. Hier 169.701 keer, jongen. Dit is mijn allereerste parodie ooit gemaakt. 1000 abonnees had ik toen gehaald. 1000 abonnees, dat was gewoon mijn doel. Over campers een verhaal. En W3 is een leuk spel. Maar het wordt verpest. Ze zitten in de hoeken. Met een assassin erbij. Een silencertje erop. En ook nog eens blind eye. Je staat altijd stil. Heb je een controller? Of misschien een keyboard? Ga je nog eens lopen of niet? Hey, hier een camper. Ja, die paarden die kent iedereen denk ik ondertussen wel. 1000 abonnees, jongen. Dat was echt mijn doel toen ik begon met YouTube. 1000 abonnees. Dat is echt... Dat ik dat ooit heb gehaald, jongen. Dat vond ik al bijzonder. En nu zitten we er een klein... We zitten er een klein beetje over. Heerlijk jongen, kijk deze kop, kijk deze jongens, kop. Jongens, Jaraski hier en vandaag geven jullie een facecam video. Het is een soort van test facecam video om te kijken of die webcam een beetje goed is, of het een beetje mooie kwaliteit is. Maar... ik heb er nog meer van deze, wacht, ik ga ze even opzoeken. Oh, dat is zo slecht jongen, 2000 abonnees, toen had ik de 2000 gehaald. Oh, dat is zo slecht die shit jongen. Wacht, ik ga even kijken, waar had ik nog meer facecam? Ik weet dat ik veel facecams heb geüpload toen de tijd. Oké, als je deze video nog kent, jongen, je bent een held. Ik zweer het je. Hier werd ik zo boos. De tweede video werd ik nog boos. Dit is de Impossible Game, dit. Dan moet je met een vierkantje moet je over driehoekjes heen springen. En als je doodgaat, moet je helemaal opnieuw beginnen. Ik werd helemaal gek hier, jongen. Fuck. Fucking attempt 100. Fucking 100. Hoeveel moet ik het doen, 100. Man? Moet ik 1000 doen of zo? Ik zat op 193. Godverdomme. Fuck.
Godverdomme. Ik zeg toch niet. Oh my god. Deze opname die duurde serieus gewoon 3 uur. Ik werd helemaal gek, jongen. Ik kon hem gewoon niet halen. Kutspel. Ik 2 euro naar de hier om een fucking tijd naar de mallen. Ik ben een fucking 1,5 uur aan het opnemen en ik heb die level nog steeds niet gehaald, man. Doe normaal, joh. Ik voel mij gewoon ook nog met mijn controle hier. Kom aan, springen nu. Hup, spring. Ik kan het halen, jongen. Vertrouw je. Nee! Fucking. Kut. Ik gooi er zo hard met mijn deur, jongen. Ik ben gewoon blij dat die deur nog steeds in zit, want het was nog steeds dezelfde deur namelijk. Ik werd er echt helemaal gek, jongen. Ik had hem wel gehaald. Ik had hem wel gehaald, dat wel. Oh, en dit waren nog video's. Kijk, vroeger upload ik niet altijd, zeg maar, commentaries en live video's, maar had ik ook nog dit soort video's. En dan ging ik gewoon kutten met C4's in Far Cry. Dus je gaat C4's kopen en dan gooi je C4's op de grond. En dan wacht totdat er iemand inrijdt. Dus komt er iemand aanrijden, heb je je voor op de grond liggen. En dan... Hoppa! En ja, dat was een leuke video blijkbaar. Dat staat ook weer helemaal nergens op, jongen, die shit. Slaat gewoon weer helemaal nergens op, Jan. Ik weet echt niet waarom ik dat soort video's uploaden, jongen. Ik weet echt niet waarom ik dat soort video's uploade. MW3 Road to Life Double Moab. Ik had vroeger nog moeilijke series ook, jongen. Hey, hier heb ik er ook nog een. Hier, dit is nog zo'n fun video. Ik deed er vroeger best wel veel van. Watching 1080p. Nou, zullen we dat even doen dan? 1080p, hoppatee. Alsjeblieft, Jan. Kijk, wat je hier deed, is je gewoon die hele auto vol met C4 en je reed gewoon recht op die enemy af. Bam, bitch! Ik weet nog, tijdens deze opname, ik moest dit opnemen op PC, want het is allemaal opgenomen op PC. En ik wist totaal niet hoe ik moest opnemen op computer, dus ik zat te kutten, weet je wel. Ik moest steeds mijn opname starten op het moment dat ik dacht, oh ja, ik kan nu misschien voorlaten ontploffen. Ik moest steeds mijn opname stoppen op het moment dat ik weer een clip had gehaald. En elke opname van 10 seconden was gewoon 10 gig. Dat was echt niet normaal. Ik weet niet hoe ik dit ooit heb kunnen opnemen toen de tijd, maar ik nam toen echt heel mogolisch op. Veel te moeilijk nam ik toen ook op. En nu is het heel makkelijk. Ik klik op opnemen, starten en ik neem alles op wat ik wil. Dus gelukkig heb ik dat wel geleerd hoe ik nu dat soort video's moet opnemen. Maar dit waren toen vroeger video's van mij, man. Vieze camper is een truckie. Doei. Maar dit upload ik vroeger nog heel veel. Nu natuurlijk niet meer, maar dat vond ik vroeger altijd grappig om te doen. En deze video ben ik ook gewoon een paar dagen mee bezig geweest. Nu doe ik totaal andere dingen op YouTube. Maar dat weten heel veel mensen niet dat ik dat toen ooit nog deed. Was wel cool. Maar ik ben even een facecam aan het zoeken. COD 4, oud maar vertrouwd, speel ik nog steeds. COD 4 was een shit, jongen, echt waar. En hier, oh, hier de eerste top 5 plays of the week heb ik ergens. Hier, eerste top 5 plays of the week. Check de datum, jongens. Hier, 18 januari 2013 is de eerste top 5 plays of the week online gekomen. En de topcomment is, like als je dit kijkt in 2016, wat de baas. Like, oh. Ik like hem maar niet, vriend, want dat kan niet. Check die intro, jongen. Het is een nieuwe serie op mijn kanaal en ik hoop dat jullie hem leuk gaan vinden. Aan het einde van de video zal ik ook precies gaan uitleggen hoe jij je clip naar mij kan opsturen. Maar hier op nummer 5 staat een unknown persoon en hij heeft zijn naam niet bij de video gezet. Dus ik weet niet hoe die heet, dus ik kan het ook niet in de video verwerken. Als je een clip naar hem toestuurt, zet dit is wel ziek! Maar hij speelt die dominator shit. Hij speelt met zijn ACR en hij speelt geen normale dominator. Hij speelt namelijk Ground War Domination. Hij pakt zijn frag grenade vast, hij gooit hem naar de aanvlag en bam! Hij boom! Krijgt een 8-man kill. Meteen aan het begin van de game en hij heeft meteen zijn Reaper. 8-man multikill, jongen. Wat is de nummer 1 spot? Want ik moet even de nummer 1 spot opzoeken. Op nummer 4 staat Mass Electronics. Kijk, wat het verschil is met nu. Oké, wacht, waar is de nummer 1 spot? Oké, hier nummer 1 spot. Hij speelt Surge in de Stroom met zijn gouden vat en hij maakt oh, ja. 2. Triple kill om deze clip op te starten. Hij rent door, hij reloads de vat, hij komt uit de raam. Hij ziet de camper rechts van hem staan, die killt hij ook. En hij denkt nu, snel de laatste twee killen, Hij ziet er een camper staan op de tram, hij scant de ruimte en hij ziet er nog een lopen. En hier is een 6-man kill in Search and Destroy om deze epic top 5 players of the week af te sluiten. Jongens, als jij nou ook in deze top 5... 6-man multikill, zo, voice crack, holy shit. 6-man multikill in Search and Destroy, jongen, woe!
Dat was toen de tijd de nummer 1 spot en nu gaan we door met Nucleus binnen 1 minuut, weet je. Het verschil is al ietsje groter geworden 3 jaar later, maar nog steeds awesome om die serie te doen, joh. Ik vind het zo vet om al die clips te kunnen zien, joh. Dat is echt niet normaal. En hier begon ik met allemaal live shit, zoals je kan zien. Black Ops 2 PC, toen had ik mijn eigen thumbnail stijl, zoals je kan zien. Black Ops 2 PC, Swarm. Toen speelde ik ook nog op de computer. En, ja, toen begon ik echt met mijn live dingen. 3 jaar geleden ongeveer. Oh my god. Oh nee, hè. Yo mensen, Raskirin maakt bij weer een nieuwe facecam video hier op mijn kanaal Rasgamer. Ik wil vandaag gewoon weer eventjes mijn gezicht laten zien, want het was ongeveer 4 of 5 maanden geleden dat ik voor de laatste keer mijn facecam eigenlijk in mijn video had verwerkt. Nu staat er geen gameplay of zo op de achtergrond, omdat ik vandaag eventjes een updateje wil geven. Ik wil een bedankje aan jullie geven en ik ga nog iets weggeven in het commentaar van vandaag, dus je moet eventjes de hele video... Oh, wacht even hoor, wacht. Jan, wacht. Want we hebben al een keertje PC mensen gehad, we hebben al een keertje Xbox mensen gehad. En nu waren dus weer de PlayStation 3 mensen aan de beurt. Yeah! Jongens, lijk ik een beetje of niet? De dikke swag, jongen. 13:44 uur, ik ben net eventjes gewoon thuis. Kijk deze shit, jongen. Kijk je dit. Kijk dit. Met vakantie gewoon een beetje lang. En ik weet ook dat heel veel van jullie nu gewoon eigenlijk al klaar zijn met de vakantie. Je hebt nu nog 2 dagen vakantie, zaterdag en zondag. En dan zit de vakantie er alweer op. Maar ik heb op dit moment vakantie, want ik woon in Noord-Holland. Ja, ik heb op dit moment vakantie. Hier, volgens mij liet ik hier mijn setup zien. Mijn setup is wel iets veranderd, moet ik zeggen. Oh, hier liet ik mijn setup zien. Oké, kijk. Gewoon games op. Het is een 23-inch LCD-scherm die ik heb gekregen bij mijn vorige computer. Het is een Fujitsu Siemens LCD-scherm. Mooi 23-inch kwaliteit. Het is gewoon een lekker beeldscherm om te editen en gewoon om... Kijk mijn aantal abonnees, gek. 6670 met 819.977 video-weergaven. Jaraski, dagelijkse commentaries. Toen had je nog die oude YouTube, zoals je kan zien, met een background, zoals je kan zien. Toen had je nog de oude shit, zeg maar. En kijk, de banner van mijn kanaal was ook 6000 abonnees. Het paste niet helemaal op, maar dat was toen nog de oude YouTube. Dat was echt goede YouTube, maar dat was de oude YouTube. Echt super vet, die dingen. En, oh, en wacht. Volgens mij heb ik echt mijn setup hier al 20 keer opgenomen. Kijk hier onderaan, check. Onderaan het scherm waar mijn muis zit, hier ook. Dan zie je wat ik allemaal heb opgenomen. En je ziet hier al staan. Hier heb ik geprobeerd mijn setup op te nemen. Hier heb ik geprobeerd mijn setup op te nemen. Hier heb ik geprobeerd mijn setup op te nemen. Hier heb ik geprobeerd mijn setup op te nemen. Hier heb ik geprobeerd mijn setup op te nemen. Hier heb ik geprobeerd mijn setup op te nemen. En hier ben ik nu. Dus ik heb het echt gewoon al 6 keer geprobeerd om die setup video op te nemen. Maar het lukte gewoon niet. Dus ik moest steeds weer opnieuw beginnen. Games op te spelen op de computer. Daaronder staat nog eens een Alienware toetsenbord, dan moet ik ook nog eens upgraden naar een wat beter toetsenbord, dat ik gewoon beter kan gaan gamen. Daarop ligt nog mijn Triton AX720 2011 editie, waar ik op dit moment mijn stem mee opneem. Want ik had er ook nog geen microfoon, dus ik moet mijn stem opnemen in de headset. Yep, en nu heb ik hier een microfoon hangen, dus ja. Dat was toen mijn headset. Kijk dat schermpje ernaast, jongen. Toen had ik echt nog een kut setup. Oh, dat is mijn computer. Oh ja. En dat is mijn HD PVR! Maar nee, PVR, mijn allereerste capture card, yes! Dat fucking grote ding, dat is de capture card van toen de tijd, 3 jaar geleden. En nu heb je zo'n klein apparaatje, die kan je overal mee naartoe nemen, dat is je capture card. En de tv waar ik op game, PlayStation 3. Ja, ik weet nog wel hoe het eruit zag. En kijk die poster. Ja, dat was mijn facecam. Dead Space, dat is ook een goede game hoor, dat is ook een lachen game. Maar hier begon ik uit al mijn live shit. En dit vond ik echt een leuk film op te nemen. Toen had ik niemand in de game gemute. Toen ging ik kijken of mensen me herkennen. Terwijl toen had ik echt 7, 8000 subs of zo. En er kwam heel veel fans tegen. Dat is echt. En nu nog steeds super awesome als je nog steeds jaren in je klant hebt gestaan. Maar dit was echt een leuk film op te nemen. Ik ging gewoon fans opzoeken. En ging kijken hoe ze reageerden op het moment dat ze me tegenkwamen. En ja, dan heb je dit resultaat. Hey. Hey, is Jaraski nou in ons team? Nee. Hellstorm. Hij is toch een commentator? Klein beetje. Ja, volgens mij wel. Oké, cool. Oké, cool. Cool, ja. Weet je dat me niet echt boeit? Wat hij is? Oh, dit Nuketown. Godverdomme. Komt ook helemaal niks anders doorheen, hè? Dit was zo prachtig. Die fan zegt, oh, alweer Nuketown. Maar hij speelde een playlist waar je alleen maar Nuketown in krijgt. Dus ik zat echt zo van, maat, je speelt alleen maar Nuketown. En dan ga je zeiken dat je weer Nuketown krijgt.
Ja! Ah, ik kan spelen met Jaraski, gek. Nee. Jaraski, doe wat mensen weg voor mij. Hij wou een party. Jan. Yo. Yo, heel droog, yo. Gaat die met Jaraski in de lobby? Woe, yay! Jaraski, oh, Jaraski. Is toch mooi, joh? Kijk, daar hebben we Jan. De koekenpan. Jaraski. Hey, ik zit oh, ik zat bijna tegen jou, gek. Je zit ook tegen me. Ze zitten tegen hun. Aight, tactical search instellen, jongen. Zo mooi, jongen. Ik kom nu nog steeds heel veel fans tegen. Alleen ik heb nu op Black Ops 3 heb ik automatisch iedereen gemute. Dus ja, ik hoor jullie helaas niet meer. Maar het was mooi, joh, toen. Dat was Black Ops 2. Dat was dubbel XP weekend. Ging alleen maar Nuketown spelen. En het was mooie shit toen de tijd. Het was echt mooie shit. Het was lachen. En nu nog steeds, hoor. Als je jaren in je kletter hebt staan, weet je, fucking awesome. Ik heb het zelf er ook altijd in staan. En hier ging ik allemaal party games uploaden, jongen. Party games met gun game en met sharpshooter en alles. Hier begon ik echt met mijn live ding, hier. Golden L86 Moab. Nou, Jurassic Game. Op de achtergrond gameplay zie je weer een keertje Modern Warfare 3 gameplay. Want heel veel mensen vroegen erom van, Jan, kan je alsjeblieft weer een keertje Modern Warfare 3 uploaden? Dus ik had deze map nog op mijn computer staan, want verder heb ik nooit meer Modern Warfare 3 eigenlijk meer gespeeld. Dus ik dacht ik uploaden voor jullie. Het is een gouden L86 LSW map. Ik heb er Extended Max en Silencer op staan. En zoals je kan zien zijn mijn perks ook nog eens Scavenger, Assassin en Stalker. En ik unlock Slide of Hand, Blast Shield en... Wat is dat voor andere perk? Recon volgens mij is dat. Ik weet eigenlijk niet meer wat het is. Ik heb dit spel al zo lang niet meer gespeeld. En dat komt omdat ik eigenlijk Black Ops 2 leuker vind om te spelen dan Modern Warfare 3. Het erge is dat je hier gewoon een speelstijl, de oude Call of Duty speelstijl nog in ziet, man. De Call of Duty is in die 3 jaar tijd, van dit moment tot het moment van nu, zo hard veranderd qua mes die online zijn, qua speelstijlen die worden gebruikt, zeg maar. En dat zie je echt in deze achtergrond gameplay. Je ziet echt gewoon... Dat er een totaal andere speelstijl is in de game. Flashes heb je aanstaan. Je hebt fucking specialist aanstaan. Je kan rent gewoon rond met een light machine gun. Je komt niet heel veel campers tegen. Kijk maar gewoon in deze achtergrond gameplay. Hier sta ik even te wachten, want ik weet dat ze zijn gespannen. En ik ging natuurlijk voor mijn Moab. Maar dit is echt gewoon nog de oude Call of Duty speelstijl. Als ik hier gewoon nu een half minuut blijf stilstaan, niemand die het boeit. Niemand die het boeit gewoon. En hier heb ik mijn specialist binnen. En je ziet gewoon nog weinig campers. Alleen als je nu kijkt, is er zoveel mensen gewoon stil, joh. Dat is echt niet normaal meer. Ik zit hier ook even te campen, omdat ik niet weet waar de enemies zitten. Maar de speelstijl in Call of Duty is zo hard veranderd in 3 jaar tijd. Dat is echt niet normaal. Ik wil een keer weer terug naar die 2007 tijd. Gewoon Call of Duty 4, 2007 en kijken hoe het toen speelt. Ik sta hier gewoon te headclash. Niemand die het boeit, joh. Het gaat erom dat je een nuclear haalt. Ik zit gewoon kaart te sprayen, man. Plus die L86 die was echt overpowered. Dat sowieso eventjes. Dit ding was echt te sterk. En is nog steeds te sterk als je MW3 gaat spelen. Maar kijk dan, gewoon rustig naar voren lopen. Weet je, alles op zijn tijd. De enemies gewoon rustig killen. Alles op zijn tijd. Je speelt in de party, die kunnen je helpen. Ga zo maar door. Alles rustig aan. Ongeveer een halfjaartje niet meer gespeeld. En dat komt dus daardoor. Ik zelf vind persoonlijk gewoon dat er te veel bullshit zit in Modern Warfare 3. Als je gewoon lekker op een mobstreekje bent, dan opeens boom! Dik atoombom voor je. Deadman's Hand, ben je dood, moet je opnieuw. Yep, dat klopt, Jan. Daar ben ik nog steeds met je eens, jongen. Daar ben ik nog steeds met je eens. Ik ben nieuw met alles wat je zegt, ben ik het eens, maar oké. Okay. Dualtage? Nee, dit is niet van mij. Ik upload nog heel veel video's van andere mensen, zeg maar, op mijn kanaal. Heel veel video's van andere mensen. Mijn moeder speelt Black Ops 2. Oh nee, hè. Oh nee, hè. Oh, kut. Waar mensen online zijn. Zo, er zit aan één kant wel ja, heel veel. Ja, dat is Europa. Amerika slaapt niet toe. Nou. Ik zet het aan. Oh. Wat moet ik doen? Ze maakt volgens mij best wel nog veel kills, let op. Vooruit. En dan met die andere knokkel. Oh. Ja. Ik zie. Kom op. Wacht, ik zal even wat lager zetten. Hou je mond. Hou je mond. Ik zit achter de bordjes. Andere kant op. Andere kant op. Andere kant op. En nu is je naar boven richten. Iets naar boven, anders lukt het niet. Ja, hoe ga je naar boven met dan? Deze. Oh. Met deze, naar boven doen. Naar boven is zo. Oh, ja, oké. Okay. What the fuck? En je moet wel lopen. Met die andere moet je weer lopen. Ja, wacht even, maar hij moet naar beneden. De loopt erin, de loopt erin! Hoe is dat nou? Je schiet in de kont van die pop, jongen. Ja, nou en, daar gaat er wel doorheen. Hij staat naast je, links!
Links, dat is rechts. What the fuck, maat? Hij staat rechts. Achter je. Oh, ik kreeg tranen. Achter je. Ja, nu ben je dood. Oh, hey. Kijk, hij knalt. Ik moet wel zeggen, ze is wel beter geworden in de jaren tijd. Dit is geüpload op 16 april 2013. Nou, ik kan jullie alvast verklappen, deze week komt er weer een video met haar online. En ze is beter geworden in de tijd. Ze hebben denk ik in de tussentijd 4 of 5 keer extra gespeeld. Maar het gaat beter dan wat je hier ziet. Dat weet ik wel. Dat weet ik 100% zeker dat het beter gaat dan wat je hier ziet. Ze zit al... Kijk mijn koppen. Ik kan er op een gegeven moment niet meer bij, jongen. Dat gaat toch nergens meer over. Ze loopt overal, maar ik ga overal tegenaan, jongen. Dat is niet normaal meer. En dit was mijn eerste challenge. Facecam challenges, nummer 6. Ging ik allemaal wasknijpers op mijn face plakken. Praten, ik strak ze zo meteen wel in mijn onderlip. Dit is gewoon echt niet meer leuk. Oh. Ik kwel godverdomme gewoon mezelf in. Er komt gewoon allemaal kwel in mijn mond lopen, omdat ik mijn mond niet meer dicht kan doen. Zo voelen mensen, oh my god. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Ah, 5, 6, 7, mijn 8, hele face is rood. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Er zit er nog één. Oh, wacht. Er zit er nog 26. Kijk mijn gezicht. Kijk dat kwel. Kijk dat kwel. Kijk. Oh, wacht. Kijk mijn gezicht. Oh. Holy shit. Oh, dat deed pijn. Oh, daar zie je bij de way mijn bult. Kijk, hier heb ik mijn schedel gebroken. Heel veel mensen vragen het altijd aan. Maar Jan, waar heb je nou je schedel gebroken? Nou, hier. Hier. Nee. Hier. Oftewel hier. Je kan het hier zien. Dat rode bultje daar is waar ik mijn schedel heb gebroken. Oh, dat deed echt pijn. Oh, ik ben echt een mogol, jongen. Heb ik er nog meer van die of niet? Heb ik er een afspeellijst voor? Ik ben nu zelf eigenlijk best wel benieuwd. Oh, hondencookie challenge. Oh. Oh, rode peper challenge. Nee, dat werkt helemaal gek, jongen. Dat was echt vies. Let op deze shit. Hier werd ik echt gestoord. Dit was echt vies. Oh, dit is echt goor. Ik wil niet hoesten. Ik wil gewoon spelen. Het snot komt ook opeens uit mijn neus lopen. Ik ga zweten op mijn voorhoofd. Dat is echt irritant. Mijn hond komt binnenlopen. Waarom kom je nou binnenlopen, Lina? Ga maar op. Maar op mijn bed, want ik moet mijn deur dicht houden, want anders gaat alles stinken in een sambal. Het stinkt namelijk echt nog enorm ook. En holy shit, er staat hier een enemy naast me. Goed zo, Jan. Hier, nam ik een hapje. Let op mijn face. Waarom kou ik er ook op? Ik moet er niet op gaan kouwen, ik moet het gewoon in één keer doorslikken. Oh, het zit allemaal tussen mijn tanden. Oké. Op een gegeven moment... Gewoon doorlopen. Op een gegeven moment ging ik kotsen, jongen. Let op deze shit. Let op. Ik weet het nog namelijk, dat was echt vies. Peper zit er, die is nog niet meer fijn gemaakt. Die ga ik mooi niet opeten hier. Oh mijn god, hier. Gaan we weer. Oh, het zweet zit op mijn voorhoofd, dier. Oeh, niet meer doodgaan. We moeten nog maar een paar kills maken. Maak dit potje even snel af, teammaat. Help me. Ik ben helemaal gek, jongen. Helemaal volgens mij op dit moment. Ik ging hier nou ook weer dood. Let op. Cool. Mijn eerste bakje is alweer bijna leeg, hè. Normaal gesproken doe je met zo'n bakje echt ongeveer... Dat zal het zijn 2 maanden of zo als je elke dag dit door je eten doet. Maar ik eet het nu gewoon... En 5 minuten op. Oh. Ik kwam er bijna weer uit. Het kwam er echt bijna weer uit, joh. Holy shit. Kijk, er staat een enemy in het raasje. Nee, oh my shit. Ik was aan het eten. Ik had dit andere nog ineens doorgeslikt en ik ben alweer dood. Hey, die telt niet mee, ja. Er zit ook een grote rode pepertje weer mee, die hoef ik niet. Het blurren. Ja, dat was zo goor, joh. Dat weet ik nog wel. Ik kan namelijk echt niet tegen... Warm eten, jongen. Maar we hebben er nog een. Linda's hondenkoekjes. Linda's hondenkoekjes. Hey, kijk hier. Check die shit. Lindatje. Zij is nu... Hoe oud is ze? Ik weet niet hoe oud ze is. 11, 12, denk ik. Ze ligt nog steeds beneden. Maar dit... Oh, dit waren... Deze viel op zich nog wel mee. Die waren heel droog. Het is een beetje... Dit waren koekjes. Dat is hooi en... En ik weet niet wat gecombineerd is. Maar het is echt goor.
Ze had er helemaal geen zin in dat beest. Die wilde gewoon slapen, joh. Maar oké, okay, weet je. Een mooie roze controletje, waarom niet? Oké, okay, wanneer... okay, hier eet ik er een. Wacht, even kijken, even kijken. Voor mij. Eentje voor Linda. Oké. Okay. En eentje voor mij. Ik mag niet drinken. Godverdamme, ik spuug hem uit. Loop erheen. Dank u wel voor de kill. Oh nee, dit is echt vies. Kijk die hond, ik dacht de koekjes zijn nog wel een beetje te smaken, maar nee hoor. Godverdamme. Ah. Ah. Dat zijn echt vieze koekjes. Ja, valt wel mee, Jan. Aansteller. Maar ik heb heel veel van die challenges gedaan vroeger, man. Misschien moeten we er weer eentje doen. Alleen dan gewoon extreem. En dit vond ik, dit oké, okay, dit is het laatste, jongens. Dan ga ik de video afsluiten. Dit is zo leuk om te doen, jongen. Alleen, heel veel mensen vragen dit wel eens aan. Van, wil je alsjeblieft weer een keertje een Jaraski zeg doen? Hier. Fucking 3500 likes, 35 dislikes, 56.000 weergaven. Dit vind ik echt leuk om te doen. Wat dit was, was een open lobby. Allemaal abonnees in de lobby. En ik moet zeggen wat zij moeten doen. En als ze zich niet aan de regels houden, worden ze afgeknald natuurlijk. Jaraski zegt. Oftewel, jij zegt, weet je. Een van jullie zegt. Alleen dit soort dingen kon ik niet meer doen. Ten eerste, omdat ik geen open lobby's meer kon hosten. En ten tweede, omdat altijd een paar mensen het verneukten. En ik heb het tot op heden gewoon niet meer gedaan. Ik heb het één keer gedaan, dat was het ook. En dat was echt briljant. En eigenlijk moet ik het nog een keer doen. Maar het is zo moeilijk om nog te doen met, op een normale manier, weet je wel. Ik weet niet hoe dat komt, maar het is zo moeilijk om te doen op een normale manier. Dat vind ik zo jammer eraan. Maar wie weet, ik moet weer een keer opstarten. Laat even weten in de comments, jongens, als jullie weer zoiets willen zien. Want ik vind het echt leuk namelijk. Jaraski zegt, ga bovenop de truck staan en ga weer terug op je eigen spot staan. Wie het laatste terug is, die heb game over. Je moet bovenop de die grijze truck. Je kan er bovenop, kom op. God. Oh, er is er één op. Oké, lekker. Twee zijn erop. Kom op, jongens. Terug op je spot. Twee, ze hebben het al gered. Kom op, jongens. Jan, moet je ook alweer gebukt zitten? Nee, je kan gewoon gaan staan. Maakt niet uit hoe je gaat staan. Kom op, jongens, jullie zijn de laatste. Heel langzaam, jongen. Degene die laatste is, die wordt afgeschoten. Dus, oh, die ene cheater, zag je dat? Die ene cheater. Daar hebben er een paar gecheat. Energy, je staat erop. Ga terug, Energy. Anders ben je te laat. Ja, die vent is te laat. Daar is die. Doei. Oh, kut, ik schiet mis. Oh. Toi. Oké. Jaraski zegt gaan liggen. Liggen. Sta. Oh, ze zijn scherp vandaag hoor. Oeh. Zo. Oh, er ligt er hier eentje. Helemaal in zijn eentje. Lig je lekker, jongen. Ja, ik ga jou in de gaten houden, want jij ligt helemaal in je eentje. Oké, Jaraski zegt sta. Jaraski zegt draai twee rondjes. Gaan jullie deze kijken? Ja, precies. Fucking hard. Jaraski zegt rol de firehose af en ga weer terug op je plek staan. Ja, wel. Oh ja, lekker jongens, je moet hem knijven. Als je hem niet hebt zo'n kaarnijf, jongen. Het is dom ook gewoon. Nee, ja, lekker jongens. Jaraski zegt spring. Oh, viel er even van de map af. Lekker lucky boy. Jaraski zegt buk. Jaraski zegt draai één rondje. Sta op. Jammer Turbo. Hey Bas, je moet wel meedoen, hè? Au. Ja, denk je. Heel droog. Oh, dank je. Jaraski zegt duw één iemand uit het raam. Hoe de fuck doe je dat nou? Dat kan niet. Wat mooie shit, joh. Echt waar. Die video, dit is lachen om op te nemen, jongen. Dat is echt mooi. Ik moet het weer een keertje doen. Ik ga het weer een keertje kijken of ik dat kan doen. Op PlayStation 4 kan het sowieso. Die beginnen ze allemaal dood, jongen. Check deze shit. Boom, doei. Dus als je dit weer een keertje willen zien, jongens, laat ons weten. Maar ik heb veel video's geüpload, joh. Dat is niet normaal. Kijk deze hele lijst nog gaan, joh. Check deze fucking shit, joh. Oh ja, ik ging over Ghost praten. Toen kwam Ghost uit op een gegeven moment. En hier Zoey, de eerste dag dat ik er had. Joey ongeveer uitlaten. Zoey, de eerste dag dat ik je had, was je zo fucking klein en niet groter dan dat. Maar jongens, ik ga hier bij deze video afsluiten. Als je nou een video hebt waarvan je wilt dat ik op ga reageren, stuur dan even naar me door. Dan kan ik een lijstje maken met 10 video's of zo. Dan kunnen we die nakijken. Dus stuur me een video in waarvan je zegt van, hé Jan, die moet je echt weer een keer terugkijken. En dan kan ik hem ook weer een keer terugkijken voor jullie. Dus bedankt voor alle support. Bedankt voor alle likes. Bedankt voor alle abonnees. Bedankt voor alles. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten van deze video. Het was lekker lang. Ik kom er nu pas achter.
tot de volgende keer maar weer. Bye bye mensen.